Dit is de Granenflits van maandag 15 oktober en we hebben in Europa een rustige week op de tarwemarkt achter de rug. Op de Matief zien we een kleine stijging aan het eind van de week, €203,50. Op de CBOT donderdag een prijsdipje door het Wasderrapport, maar vrijdag klom de koers weer wat omhoog, vooral bij soja en mais. De opbrengsten zijn niet drastisch aangepast in het laatste rapport, maar het is vooral de sneeuw in de noordelijke Amerikaanse staten die voor problemen zorgt met de oogst van soja en mais. En dat geldt ook voor Canada, daar ligt veel van de tarweoogst nog steeds onder een sneeuwdek. Nou, Argentinië is een land waar steeds maar goede berichten vandaan kwamen voor tarwe. Ook daar zien we nu in één keer berichten over vorst en droogte, wat weer een potentiële rally in zich kan hebben. Australië hebben we wel veel over gesproken. Daar viel afgelopen week regen en nog meer regen op komst. Dat kan eigenlijk alleen maar positief zijn. En die regen hebben we in Europa ook echt wel nodig voor het laten kiemen van het nieuwe areaal wat is ingezaaid. De exportcijfers in Europa en in Rusland zijn nog steeds heel erg stevig. Met veel uitvoer worden de komende tijden interessant, mogelijk stijgende prijzen.